Dit is Drenthe Nu van maandag 31 juli. Met vanavond kampeerders in Drenthe regenen weg, maar houden de moed erin. Smalspoormuseum in Erica krijgt een make-over. En Jeugdtour haalt toekomstige toprenners weer naar Assen. Vandaag was ik voor de eerste dag op Tjak met de knapzak. En eerlijk gezegd, het was er geen weer voor. Meer over het weer vertel ik naar het Nijs. Goedenavond. Het voorjaar was warm en soms zelfs heet. Maar net nu de vakantieperiode is begonnen, regent het pijpenstelen. Hoe houden ze op de camping toch de moed erin? We gaan gewoon spelletjes doen en af en toe een keertje een praatje maken met de mensen hier. Of ze zich ook een beetje vervelen. Maar het gaat allemaal prima. Kunnen jullie elkaar nog wel een beetje uitstaan bij de spelletjes? Nee. Nee, soms niet. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Ja. Dan hoop ik voor jullie dat het snel mooi weer wordt. Ja, hoop ik ook. Ja, ja. Het weer zorgt ervoor dat de campings niet volgeboekt zitten. Er blijven nu mensen toch wel of thuis of mensen gaan naar het buitenland waar het toch iets warmer is. Misschien wel iets te warm als je mij vraagt. Maar ja, nee, het is rustiger dan andere jaren. Deze camping-eigenaar heeft gelukkig wel net een nieuwe overdekte ruimte. Daar hebben we een tafelvoetbaltafel en een tafeltennistafel staan. Waar mensen lekker gebruik van kunnen maken. Het is hier droog, dus mensen kunnen aan tafel gaan zitten. Een potje kaarten spelen en dat soort dingetjes. Muziek, voetbal, dat soort dingetjes worden allemaal wel geregeld. Ja. Dus dit komt wel goed uit voor jullie dat jullie eigenlijk net een nieuw receptiegebouw hebben? Het gebouw wel, maar ik heb liever droog. Diever was een van de plaatsen waar vannacht de meeste neerslag viel. Namelijk 30 mm. En dat hebben ze hier op de camping geweten. Ja, je denkt, we gaan toch proberen en het zal allemaal wel meevallen. Het is ieder jaar nog meegevallen, dus deze keer valt het even tegen. Wanneer zijn jullie gekomen op de camping? Zaterdag. En toen was het nog mooi weer. En daarna werd het slecht, dus alleen maar regen. Wat doe je het liefste tijdens de vakantie? Als er meer kinderen zijn, wel buiten spelen. Maar nu kan het niet, omdat er niemand is. Als het regent, dan kunnen we natuurlijk niet alle activiteiten door laten gaan. Maar dan hebben we altijd wel een vervangende opdracht. Dus dat we binnen iets gaan doen. Of mensen kunnen hier spelletjes lenen of boeken lenen. Dus er is altijd wel iets te doen. Als het mooi weer is, heb je gewoon heel veel mensen die gaan met de camper op pad of met de caravan. En die denken, we gaan nu nog even een weekendje weg. Maar ja, met het weer gaan ze natuurlijk niet. Nee. Het Smalspoormuseum in Erica gaat op de schop. De permanente tentoonstelling wordt anders ingericht met meer attributen en beeld. Zo kan het verhaal achter de treintjes en de smalle rails beter worden verteld. Je ziet hier normaal spoor naast de smalspoor liggen en dan zie je ook meteen het verschil in de spoorwijdte. Aan de andere kant zie je een plaat met allerlei vormen van smalspoor in het bedrijfsleven. Bij bloemen, bij de betonfabriek. Maar ook bij het puinruimen na de Tweede Wereldoorlog in Tiel, overal werd smalspoor voor gebruikt. Om het beter uit te kunnen leggen, heeft een aantal treinen binnen het veld moeten ruimen. In het verleden stonden hier heel veel locomotieven in deze hal, maar eigenlijk zonder karren en zonder duidelijk te maken waarvoor het gebruikt werd. Dat komt ook omdat heel veel mensen denken dat wij vooral een technisch museum zijn. Maar we zijn veel meer een museum wat een stuk historie over de industrialisatie van Nederland vertelt. We staan hier bij een kolenwagen en die werd gebruikt in de steenfabrieken. Die reed bovenop de ovens om de kolen naar de ovens te brengen. Het moet allemaal beeldender, zodat mensen, die trek je dan meer om te gaan kijken. En dat beeldende, dat doen we onder andere met digitaal, met schermpjes, met filmpjes. Maar wat natuurlijk ook altijd moet, is toch laten zien wat er werkelijk gebeurt. En dat zie je dan door de ramen in de werkplaats bijvoorbeeld, wat er in de werkplaats gebeurt. En buiten zijn genoeg rijdende treintjes te zien om in te stappen voor een rondrit. Of om zelf eens uit te proberen om machinist te zijn. In haar verdere professionaliseringsdrang is er nog meer goed nieuws. Het wordt een officieel geregistreerd museum. Ja, want dan kunnen we een museumkaart gaan voeren. En een museumkaart is voor ons interessant omdat we dan meer bezoekers verwachten. Voor bezoekers is het dan gratis entree die de kaart hebben. En dat willen we graag.
Deze week wandelt RTV Drenthe door de provincie. Verslaggever Ellie Smit loopt iedere dag een knapzakroute. Dat zijn wandeltochten over zandpaden, langs beken en dorpskernen waarin de cultuurhistorie centraal staat. Ik ga deze week op tjak met de knapzak. Dat wil zeggen, ik loop elke dag een knapzakroute. En vandaag begin ik in Altena bij Pijzen. Ja, via Pijzen en loop ik een rondje, 18 kilometer, kom hier ook bij het Dorpshuis in Altena weer terug. Hoe ben ze ontstaan? Ja, er waren een paar mensen in Rolde, die hadden daar routes gemaakt. Ja, en toen waren we in eind jaren 90, toen waren we dus 58 van die routes. Mensen eigenlijk even van de route af om hier bij de havenzaden langs te gaan. We hebben hier ingerichte meubels die komen van de bewoners zelf. En dat is heel bijzonder. Je kunt hier dus echt zien hoe het vroeger was. De regenjas zal wel weer aan moeten, denk ik. Ja, dikke pech, maar we kunnen veel dingen regelen, maar het weer kunnen we niet regelen. Ja, morgen legt Ellie etappe 2 af en hopelijk met wat beter weer. Ze wandelt dan bij Anneveense Kanaal. De wielerprofs verzamelden zich gisteren in Emmen voor de 44e editie van het criterium De Gouden Pijl. De Italiaan Giulio Ciccone had de sterkste benen. De bergkoning van de Tour de France kwam na 100 kilometer door het centrum solo over de finish. Fabio Jacobsen sprintte naar plek 2 en geboren Emmenaar Elma Reinders finishte als derde. Ciccone had het overduidelijk naar zijn zin in Emmen. Today was quite fast, but yeah, it was really fun with all the people here. It's always nice to race after the tour, especially with this jet set this year, it's even better. Ja, van het wielrennen in Emmen door naar Assen, want daar staan de toekomstige Tour de France renners aan de start. De jeugdtour is na 3 jaar terug van weg geweest. Corona kostte de rittenkoers bijna de kop. Liefst 500 deelnemers staan deze week aan de start van de jeugdtour in Assen. Na 3 jaar afwezigheid is de jeugdtour weer helemaal terug. We zijn heel blij dat we dit jaar weer alles voor elkaar hebben kunnen krijgen. Met nieuwe vrijwilligers, met nieuwe energie. En we zijn trots dat wij hier weer in Assen de jeugdtour kunnen houden. Aan de start staat een keur aan nationaal en internationaal talent. Deze jonge Engelsman schrijft de tijdrit voor talenten tot 12 jaar op zijn naam. It feels amazing. I never thought I'd come this far. It feels really good to be here. My friends told me about the race here and I just thought that could be really good. International race. I see how I am at an international level. So. Ja, het is echt een soort mini Tour de France bijna. Ja, ik vind het echt super gaaf. Nou, hebben we er wel heel slecht weer bij. Heeft dat dan ook effect op hoe je zo'n tijdrit rijdt? Ja, sommige bochten kunnen wel heel glad zijn, maar ja, ik ben juist wel goed in regen, dus ik vond het wel fijn, ja. Naast jong talent was er ook een oude wielerheld aanwezig. En wel in de vorm van deze man. Ja, dan staan we hier bij de editie van 2023 van de Jeugdtour en dan komen we de winnaar van de allereerste tegen. Ja. Bijzonder. Ja, hartstikke mooi. En ik ben er altijd bij. Ik ben gezond en fit. Ja, dan moet je erbij wezen. Ja, dat is gewoon geweldig. Elke etappe is weer wat voor die kinderen. En de ouders kun je ook maar zien, die zijn allemaal helemaal hyper. En hoe was het in 65? Was er toen ook al zoveel internationale jeugd? Nee. Allemaal dikke banden racen, allemaal uit de buurt. Linker had een ploegie, alle garagehouders hadden een ploegie. Roelof de Waard had een ploegie. 7-Up, die zat waar nou de Koopmansplein is. We hadden allemaal een ploegie van 4 man en dat was gewoon geweldig. Allemaal dikke banden. De ambities bij de jeugd zijn groot. Zeker. Ja, ik wil heel graag profielrenner worden, ja. Wie is jouw voorbeeld? Pogacar. Vandaag de eerste knapzakroute lopen van Altena via Pijzen weer terug naar Altena. Ja, het was natuurlijk geen best weer om te wandelen. En eerlijk gezegd, veel beter wordt toch niet. Vanavond kan eerst nog een poosje dreug winnen, maar helaas, in de loop van de nacht keert de nattigheid weer terug. Het koelt af naar een graad of 13. Dinsdag is qua weer vergelijkbaar met vandaag. En vooral rond de middag kan het behoorlijk plensen. Het wordt een graad of 20. Dan kijken we nog even naar de dagen daarna.
De woensdag, die begint nog redelijk, maar in de loop van de dag, dan komt er weer een depressie aan en die brengt natuurlijk regen. Net als de donderdag en de vrijdag. Temperatuur rond de 19, 20 graden. Tot morgen. Bedankt Ellie. Op de hoogte blijven van het nieuws kan via rtvdrenthe.nl en onze app. Lees daar bijvoorbeeld over de forse straffen die zijn opgelegd voor extreem uitgaansgeweld. Voor nu, fijne avond en graag tot morgen. Dag.